af en toe denk je van, nou, waarom heb ik eigenlijk een set met clubs aangeschaft? Want het lijkt net of je aan het houthakken bent. Kijk eens. Mooi, hey, Rob. Kijk eens, wat een druk. Het is leuk, het is een mooie dag. Leuk met al je oude collega's, sommige vrienden. Het is hartstikke leuk. Op een zonnige dag in november kwamen 17 oud-internationals bijeen voor een gezellig potje golf. Dit is de eerste golfdag. We hebben eigenlijk alles voor jullie verzorgd. Zo dadelijk kunnen jullie ook nog in de hal een lunchpakket meenemen. Wat betekent die streepjes hier allemaal? Ja, het is over slagen krijgen. Oké. Welk handicap heb jij? 32. Oh. Hoppa! Kijk, dat is een voetzoek. Hij is weg. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het me niet tegenvalt. Lekker buiten lopen, een balletje te slaan. En nog twee leuke gasten waar je mee loopt ook. Dus nee, prima. Ik laat je snel gaan, want anders haal ik je helemaal uit je concentratie. Nou, dat zal niet veel uitmaken bij mij. Ja, hij gaat wisselend. Maar ja, dat is ook mijn spel. Hey, ik speel het ook niet goed genoeg. En niet vaak genoeg vooral om het heel gedegen te doen. Het is dus wisselend. Maar ja, dat is het mooie van golf. Hè. Soms is het geweldig en soms is het verschrikkelijk. Ja, ik moet weer aan de gang. Smart te wachten. Haal ik ze uit mijn ritme. Dat moeten we niet hebben. Succes. Mijn ritme win ik al. Ja. We hebben het ook gezellig. We lopen een beetje aan hoeren te doen. Ja, dat is het leuke van dit soort dagen. Ik heb bijvoorbeeld met John Walloon heel goed. Alleen in de tijd dat we tegen elkaar speelden, konden we niks met elkaar. Het was het water en vuur? Ja, het was het water en vuur. Maar ja, goed, dat is logisch.